Deze week is het de week van de helden in het afval en groen. Men kent DAR vooral als afvalinzamelaar, maar er is nog veel meer wat DAR doet. Deze week worden deze groene helden in het zonnetje gezet. Erwin Goossens nam ons mee langs verschillende groene helden binnen de DAR. We hebben hier eigenlijk drie verschillende afdelingen. We hebben de IBOR, we hebben de inzameling en de Milieustraat. Ik werk op het klantencontactcentrum bij DAR. Nou, wij krijgen dus alle telefoontjes van bewoners. Die komen bij ons binnen op het klantencontactcentrum. Daarnaast hebben wij ook de receptie die wij bemannen. En pasbeheer zit bij ons, objectbeheer en containers. Mijn functie bij de DAR, dat is, ik ben chef wasstraat, terrein gebouwbeheer. Ik hou het hele terrein bij, van voor naar achter. Ik zorg ervoor dat mensen weer toegankelijk zijn, de personeel, alles. Ik hou alles netjes fris. Ik zit bij de IBOR en dat is eigenlijk de onkruidbeheersing met zowel de veegwagen, borstelwagen, groenploeg, eigenlijk alles wat het onkruid weghaalt. Wij vroegen de helden in het groen hoe lang zij al bij de DAR werken en hoe zij hun werk ervaren. Omdat ik het werk leuk vind. Ik woon zelf ook in Nijmegen. Het is gewoon leuk om de stad schoon te houden. Nou, ik werk hier nu 6 jaar en in eerste instantie toen ik hier bij DAR kwam, dacht ik van, nou, ik kende natuurlijk de groene vrachtwagens en ik wist, nou, DAR haalt vuil op. En toen ik hier terecht kwam, toen bleek dat het veel uitgebreider was als dat ik in gedachten had. Geen één dag is hetzelfde. Van wij werken met, de ene moment is het heel druk en de andere moment wat rustiger. Eigenlijk had ik een beetje last van mijn rug en toen zei de dokter van je moet naar buiten. Je moet wat meer in de frisse lucht dan ik zat in een callcenter. Sinds ik dat doe gaat het een stuk beter en vandaar eigenlijk. Dit wordt mijn 6e jaar. Ik doe het met liefde en plezier om hier te werken. Dus iedere dag verschillend. Je komt verschillende dingen tegen. En dat maakt het juist zo mooi. Je kunt de mensen helpen. En ja, het is voor elkaar met elkaar bij de DAR.